dit is een evenwichtig akkoord waar iedereen zich kan in terugvinden. Dat is een eerste stap. Dat betekent dat er nog veel werk voor ons staat. Dat heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar ik denk dat het een evenwichtig akkoord is. Met veel inspanningen van de Nederlandstaligen en veel inspanningen van de Franstaligen. Het is een belangrijke dag. Ik denk dat het ook met respect voor iedereen rond de tafel tot stand is gekomen. Ik ben zeer tevreden, zeer tevreden. Vooral eigenlijk omdat de dialoog het gewonnen heeft van het cynisme. ...1962. Een jaar dat gekenmerkt werd door het naar buiten uitdragen van de specifieke eisen van Vlamingen en Walen. De kiem van het politieke probleem BHV ligt dus in de vroege jaren 60. Vlamingen dwingen met twee marsen op Brussel af dat de taalgrens definitief vastgelegd wordt. Alleen aan het kiesarrondissement Brussel-Halle Vilvoorde verandert er niets. Het strekt zich uit over tweetalig Brussel en eentalig Vlaams gebied Halle Vilvoorde. Een rariteit dus, maar een splitsing is niet aan de orde. Bij de eerste gordel in 1981 is België al aardig op weg om een federaal land te worden, met gemeenschappen en gewesten. Ook de politieke partijen zijn gesplitst. Door die evoluties begint BHV steeds meer pijn te doen als kiezel in de Vlaamse politieke schoen. Net als de faciliteiten die Franstaligen in 6 Vlaamse randgemeenten gekregen hadden. Je veux bien apprendre le flamand, moi. Je veux bien aider un flamand s'il se perd ou s'il demande son chemin. Mais si je parle avec toi, tu sais le français. Pour toi, c'est moi, je veux apprendre le flamand. Il faut être réaliste. Mais non, il faut pas. Oui, on doit être réaliste. We moeten inderdaad realist zijn. Jij en ik, we zijn toch gelijk in België voor de wet. Ah oui, en in het leven ook. Want jij overschat u, jij zei, ik moet het niet kennen, de anderen zullen het wel kennen. En dat gaat niet op. De eerste regering Verhofstadt hertekent de kieswet. Bij verkiezingen voor de federale kamer vallen de kieskringen voortaan samen met de provincies. Behalve in Brussel-Halle-Vilvoorde. Die tweetalige kieskring blijft bestaan omdat de prijs die de Franstaligen vroegen te hoog was voor regeringspartij Spirit. Maar ook toen de andere provincies in 2003 afzonderlijke kieskringen werden, bleef Halle-Vilvoorde aan Brussel gekoppeld. Het arbitragehof noemde dat verschil ongrondwettelijk, maar premier Verhofstadt veranderde er niks aan. Splits, Halle-Vilvoorde! Boze burgemeesters van alle Vlaamse partijen uit bijna alle gemeenten van Halle-Vilvoorde kwamen op straat. Politiek topoverleg mislukte. De snelle splitsing van BHV werd het thema voor de opkomst van de termen in 2007. Die problemen duren nu al 40 jaar, dus je zult mij toch nog enkele weken tijd moeten geven. De vraag is, wie gelooft die mensen nog? Alors, je commence les votes. In november 2007 forceren de Vlaamse partijen een stemming over de splitsing in de bevoegde Kamercommissie. Maar dat brengt alleen maar een carousel van alarmbellen en zo met zich mee. De jonge De Croo trekt uiteindelijk de stekker uit regering Leterme 2 en zorgt daardoor voor de langste formatie ooit, 458 dagen. Meneer De Croo? Maar gisteren kon formateur Di Rupo dan toch met een big smile naar de koning om te melden dat hij een akkoord op zak heeft over de splitsing van dat zwarte beest genaamd BHV. Het is een eerste belangrijke stap, maar de weg is natuurlijk nog lang. Wij vragen vanuit de Vlaamse regering en vanuit het Vlaams parlement al lang dat Brussel en Vilvoorde zou gesplitst worden. En daar is nu een akkoord over, dus dat is een zeer positieve stap. Ja. Jan Bonde reageerde alvast dat hij vreest voor consequenties voor de Vlaamse regering. Ik denk dat er heel belangrijke elementen in dat akkoord zitten die heel duidelijk in die Copernicaanse omwenteling gaan. Ik denk maar aan de Senaat die nu samengesteld wordt uit de deelparlementen. Ook de burgemeesters, daar is nauwlettend op toegezien dat de beslissingsbevoegdheid van de Vlaamse regering onverkort overeind blijft. Men raakt niet aan het territorium. Allemaal elementen die in het Vlaamse regeerakkoord zitten en die ook in dat akkoord zijn opgenomen. Behalve dan voor die 6 faciliteiten gemeenten. Ja, men heeft een oplossing gevonden voor de burgemeesters in die 6 randgemeenten, waar die beslissingsbevoegdheid uitdrukkelijk nogmaals blijft bij die Vlaamse regering. En ik zie op dit moment geen tegenstrijdigheid met het Vlaamse regeerakkoord. Misschien komt er daar nu tijd voor en een eind aan de commotie na 48 jaar protest. Halle-Vilvoorde.